Ja, cultuur in actie en dat voeren we vandaag. En dit is de meest positieve en optimistische actie die je volgens mij kunt voorstellen. Want je ziet heel veel moois als je met deze actie meedoet. Je ziet allerlei muziek, toneel, theater, wat er nog meer, alles wat cultuur voortbrengt. En taart hebben we zelfs gehad, heel veel gebakte concurrentie. Ja. En we gaan gelukkig gewoon weer vrolijk verder ook. Jelle de Jong is hier aangeschoven, acteur. En fijn dat je er bent, Jelle. Dank je, Splinter. Het leuke is, jij komt eigenlijk voor mij gewoon zeggen dat je dit gewoon een hele belangrijke, mooie actie vindt, toch? Nou, kijk, ik zie deze week iets gebeuren. Ja. Er is iets in gang gezet door deze actie, iets positiefs. Er is een stip op de horizon, er is positiviteit. Ja. Ik zit op dit moment in de musical Soldaten van Oranje. Daar zijn al wat mensen hier deze week van geweest. En daar is ook een enorme hoop positiviteit. Daar is hoop. Die voorstelling gaat over strijden voor hoop, voor je vrijheid, voor cultuur, voor wie je bent, voor je geliefde. En dat is wat daar ook achter de schermen gebeurt. Want het bedrijf New Productions, Fred Boot, die zorgen fantastisch voor ons. Die houden ons elke anderhalve week op de hoogte. Ja. Wat er gebeurt, wat ze willen doen, hoe ze ons in dienst houden, hoe ze ervoor zorgen dat we in het najaar weer gaan spelen. Ook al is het voor een halve zaal, als dat straks mag, alsjeblieft. Ja, je wilt wel gaan, ook al is het halve zaal. Dus iedereen is bezig. En je voelt dat sentiment, dat verspreidt. En dat verdubbelt en dat vermeerdert. Gisteren natuurlijk Lodewijk Asscher, die de daad bij zijn woord van zijn aanhaal van Churchill een paar weken geleden voegde door samen met de SP en GroenLinks dat nieuwe amendement voor een nieuw pakket van 700 miljoen in te dienen. Gisteren de koningin die 's middags het Kunstenmuseum in Den Haag opent en vervolgens 's avonds samen met de koning bij het Nationaal Theater zat en waar hij opriep: dames en heren, alsjeblieft, wees niet bang. Ik zit hier ook. Ja. Kijk, het kan gewoon. We zijn nu met 30 mensen. Vanaf volgende maand hopelijk 100. En daarna zo snel mogelijk weer die volle zalen. Ja. Die steunen. Aanstaande maandag 6 juni gaat het de Lamar weer open. Ja. Eigenlijk iets wat totaal niet kan, dat weten we. Het is onbetaalbaar, maar de Van de Ende Foundation roept: we gaan dat doen. We zorgen weer voor het consumentenvertrouwen. Nou, dat is iets wat ons allemaal hoop geeft. Dus die stip op de horizon, positiviteit, vooruitdenken met elkaar. En ik heb ook heel erg het gevoel dat dat in gang is gezet, maar zeker ook ondersteund en gesterkt wordt door deze fantastische actie, cultuur in actie. Ja. En dat is wat ik de mensen nog even wil zeggen, is wij zijn natuurlijk altijd het eindproduct. Wij zijn de mensen in de spotlights. Je ziet iemand op een podium, je leest jouw boek. Maar voordat dat er is, voordat je die cd opzet, gebeurt er van alles. Dus als je deze actie als voorbeeld neemt, en dat is ook waarom ik hier ben, en dat is waarvoor ik straks gaat tekenen, dan kijk je naar wat gebeurt er. Oké, er is een groep mensen die hebben een initiatief. Die bespreken dat, die kijken hoe gaan we dat productioneel vormgeven. Dan komt er een productieteam. Dat productieteam gaat bellen. Die gaan mensen in Nederland bellen. Acteurs, geluidstechnici, muzikanten. Willen jullie in de studio komen? Splinter, wil jij presenteren? Clary Polak, wil jij presenteren? Die mensen zeggen ja. Vervolgens moet er een gebouw komen. Daar zijn we hier, de fabriek. Die zegt kom maar. Wij doen elke ochtend om 7 uur de deuren open. We doen het licht aan. Je hebt het eigenlijk over de mensen die hier zitten. Nou ja, je moet de camera even draaien. We doen de verwarming aan. En vervolgens komt er een gripbedrijf. En die zet hier die camera installaties neer. Die brengen cameramensen mee. Die brengen kabeldragers mee. Dan is er iemand van de catering. Die zorgt dat iedereen koffie heeft. Er is iemand die heeft een geweldig logo ontworpen. Dat logo wordt weer in een filmpje gemonteerd. Onder dat filmpje zit een muziekje. Dat is gecreëerd door een componist. Vervolgens is er een afdeling, die zitten achter hun computers die filmpjes te knippen. En dat moet weer op de website. Die website moet online, die moet in de lucht. Er is hier buiten een straalwagen van NEP, die stralen dat uit, live op internet. Maar ook die geknipte filmpjes weer op Facebook. Er moest een Facebook-kanaal komen, er moet een Instagram. Dan zijn er mensen achter die filmen ons weer na afloop om te kijken hoe we het vonden, wat we doen. Die kunnen dat weer posten, die roepen dat weer op te verspreiden. Dan is er een marketingteam, die ontvangt de pers, die zorgen dat we in de kranten komen. Die zorgen dat er aandacht voor is. Dus zo zijn hier deze hele week, 7 dagen lang, 12 uur per dag. En 's nachts liggen die mensen nog in hun bedjes te rillen van de adrenaline. En we moeten morgen weer. En eigenlijk willen we door. En morgen is het klaar. Maar we moeten voor deze mensen. En deze mensen, die zijn geweldig. Die hebben dat fantastisch belangeloos gedaan. En die staan hier op de barricades voor ons allemaal. Belangeloos? Belangeloos voor die 330.000 mensen die werkzaam zijn in de cultuursector. En die ook in de toekomst dit soort fantastische producties, want dit is een productie, willen maken, willen presenteren. En deze mensen staan daar symbool voor. En die kopiëren we weer op die 330 uitvoerende mensen werkzaam in deze branche die niet kapot mag gaan. En daarvoor moet nu een applaus. Ja.
Fantastisch. Je maakt het vak als presenteren. Kan je wel weggooien overigens. Want dan kan jij gewoon woorden gaan doen als je je uitnodigt in de talkshow. Maar, en het heeft effect wat je net zegt, wat je allemaal opnoemde. Want zelfs de koning is erdoor geraakt en heeft hem bereikt. Ja. Om ook te laten zien aan Nederland dat deze sector die het zo zwaar heeft. En dan praat ik niet alleen degenen die op het toneel staan. Maar ook die erachter staan. Een heleboel ZZP'ers die in de techniek, in de licht zitten. Allerlei andere taken die je hier niet eens ziet. Die ook echt gewoon in één keer geen inkomsten meer hadden, niks meer hadden. Die moeten gewoon weer aan de slag kunnen. Hun passie uit kunnen voeren, want dat is in de kunst. En als we dat met z'n allen als Nederland kunnen steunen, vind ik het fantastisch om dat te kunnen doen. En zo snel mogelijk weer naar 100 man en dan weer volle theaters. Dat zou het mooiste zijn. Yes. 100 man en volle theaters. Ja, dat is. Dat zou het mooiste zijn. Je zou samen zo een gesprek kunnen beginnen. Want, ja. En dan jouw bevlogenheid en zijn. Nee, fantastisch. Ik wil je heel erg danken, Jelle. En volgens mij, ja, jij gaat ook je handtekening zetten. Ik ga dus voor die mensen hier deze hele week aanwezig en keihard werkend. En dat zijn er, het is zojuist geteld, maar liefst 240. Kijk, te gek. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor die handtekeningen. Maar vooral ook hoe je dat hebt verteld en hebt uitgedragen. En dan gaan we gauw je weer zien in het theater. Ik hoop het. Fantastisch. Tot gauw. Dank. Thanks.